Amen. Welkom bij de 182e editie van ons Politiek Café Zout. Met vandaag in het Zoutvat gesprek over de Lievekamp, de Maashorst en de wetenschap. Columns, foto's en natuurlijk muziek. Het Zoutvat zit aardig vol, dus laten we snel beginnen. In 2015 kwam hij naar Os en hij werd directeur van de Lievekamp. U heeft hem nog niet op de planken gezien, maar vandaag zetten we hem in de schijnwerpers op het podium van de Groene Engel. U mag erbij gaan liggen, staan of blijven zitten. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Koen Buys. Ja, welkom hier in dat andere theater, Koen. Ja, dankjewel. En waar vind je ervan? Ja, prachtig. Ja? Ik ken het natuurlijk. Maar ja, natuurlijk. Ja. Hij is ook een beetje flauwkul natuurlijk. Leuk. Kan het de vergelijking met de Lievekamp aan? Ja, ik denk dat je nooit moet vergelijken. Het zijn twee podia met een verschillende ambitie en een verschillende rol. Dus dat moet je naast elkaar zien, denk ik. Over de ambitie, dan gaan we het straks nog even hebben. Ja, is goed. In ieder geval fijn dat je er bent. Koen, je bent directeur van de Lievekamp, mogen duidelijk zijn. Uiteraard gaan we met jou in gesprek over dat theater. Maar eerst, als voorbereiding op dit gesprek, we zijn het internet dus een beetje af gaan struinen en we zijn heel veel interessante dingen over jou tegengekomen. Daar was ik op al voor. En daar gaan we er een paar van aanstippen. Ik noem eventjes geboren Hagenees, mislukt fysiotherapie student, muzikant, studiomanager, Wisseloord Studios, producer en samen met Jaap van Zweden in het Concertgebouw gestaan of gelegen. We gaan er een paar zaken uitlichten, Koen. Zelf muzikant. Ja. Welk instrument? Toetsen. Toetsen. Ja. En begenadigd? Nou, redelijk. Ik heb wel wat talent, maar... Als je met Jaap van Zweden in het Concertgebouw moet staan, dan... Ja. Nou ja, dat vond ik wel. Of dat was wel een heel mooi moment natuurlijk. Ja. Daar gaan we daar ook nog even verder over in. Van uitvoerend muzikant heb je de stap gemaakt naar de Wisseloord Studios. En ik weet niet of de mensen hier in de zaal de Wisseloord Studios kennen, maar dat is niet zomaar even een studio, hè? Nee. Gebruikers van het eerste uur waren vooral Nederlandse artiesten, maar daarna kwamen ze overal vandaan. En ik noem even ELO, Elton John, The Police, Scorpions, Rolling Stones, Terry Savalas en Michael Jackson. Wat heb jij gedaan in die beroemde studio? Nou, ik was vooral na die periode directeur daar. Dus dat was wel jammer. je hebt echt de hoogtijdagen van de platenindustrie. Daar namen dat soort artiesten erop. Ik kwam in 2000 en dat was eigenlijk al een beetje... een iets andere situatie. Het was niet meer eigendom van Polygram, maar het was in particuliere handen overgegaan. Maar we hebben nog wel een aantal mooie artiesten daar gehad. Erika Badu hadden we in die tijd drie maanden bezig was met een album. Dus het was wel een hele mooie plek om te werken, maar vooral vanuit het verleden. Ja. Het was mooi om te maar daar ben jij gekomen vanuit die muzikale achtergrond, ja. Koen? Nou, het was eigenlijk... ik heb eerder in de platenindustrie gewerkt. Ik ben in de jaren 80... ben ik in de platenindustrie terechtgekomen als muzikant. Dus eigenlijk naar de andere kant van het bureau gegaan. En ben ik muziekuitgever geweest. En een tijd heb ik gewerkt als A&R manager. Dus degene die de artiesten boekt voor Warner. Op een gegeven moment vond ik dat wel mooi. En toen heb ik van de ene dag op de andere dag heb ik opgezegd. Ben ik weer zelf muziek gaan maken. En nadat ik die droom had uitgeleefd, kwam ik eigenlijk weer terecht in die platenindustrie. En werd ik gevraagd door Wisseloord Studios vanuit mijn ervaring en alles wat ik gedaan had. Of ik daar studiomanager wilde worden en eventueel wilde doorgroeien naar directiefunctie. En Wisseloord is een, zeker voor de Nederlandse muzici, is dat echt een paleis. Hè? Dat is een icoon. Dus om daar te mogen werken was wel, vond ik wel heel eervol. Ja, begrijp ik. Ja. Nou, je hebt ook als producer nog een hit gescoord. Ja. Met de meidengroep Risk. Ja. Ik weet niet of iemand anders ook meteen weet welk nummer ik bedoel. Maar The Girls Are Back in Town, dat kent iedereen hier wel, denk ik. En anders zetten we dat toch even in. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Nee, okay. Maar je bent zelf op het podium gegaan met lazy jazz en new age muziek. Ja. En toen kwam er inderdaad iets voorbij van waar ik me nog kan herinneren. Dat was toen die Jan Heijn. Robert Jan Heijn van Oi Bibo. Ja. En Jaap van Zweden in het Concertgebouw. Lichtconcerten. Ja, dat is wel een heel verhaal. Ik ben toen ik zelf muziek ging maken, dus na die periode in de plaatindustrie. Toen ben ik vooral aan de slag gegaan met werken in opdracht. Dus reclamemuziek, muziek voor film en televisie. Maar ook eigen muziek. En die eigen muziek was eigenlijk pianomuziek met allerlei begeleiding. Is er muziek die wij nog herkennen uit die tijd? Als je het dan hebt over... Van tv-programma's. Ja? TV-dokter had ik de tune van. En je had zo'n groot een of ander spelprogramma. Ik heb het naar 12 provincies spel. Nou, dat soort dingen. Dat is al lang geleden, hè?
Maar goed, die eigen muziek werd herkend als New Age. Ik heb dat zelf nooit echt zo gezien. Ik had niet de zweverige achtergrond die daarbij hoort. Maar het was wel hele rustige muziek. En ik had op een gegeven moment in Amsterdam een keer een optreden. En na afloop kwam Ronald Jan Heijn, dus een van de nazaten van het Albert Heijn Imperium. Die kwam naar me toe en die had Oi Bibio in Amsterdam, het grote warenhuis. En die vroeg aan me of ik daar een keer wilde spelen op een open dag. Maar hij wilde het dan heel anders doen. Dus hij vroeg zich af hoe ik dan een heel ander soort concert kon geven. En toen zei ik, ja, je zou je publiek kunnen neerleggen. In plaats van zitten. Yogamatjes genoeg, dacht ik. Hè. In zo'n centrum. En dat hebben we gedaan. En dat was zo'n succes dat we dat op een gegeven moment hebben doorgezet naar de theaters en het concertgebouw. En ik heb 2 seizoenen getoerd met verschillende muzikanten in een busje. En dan een busje erachteraan met de apparatuur. En dan daarachteraan nog een vrachtwagentje met matrassen. En nog een slaapbus. En nog een slaapbus. En een slaapbus, ja, het zomaar gekund. Ja. Met de camper. Ja, dat lijkt me zo. Ja, ik kan me daar namelijk nog herinneren uit die tijd. En zeker die Robert Jan, die staat me nog bij. Dus toen die voorbij kwam, dacht ik van, godsamme, Koen toch? Ik heb wel heel veel, ja, dat vond Koen zelf ook wel. Maar het is, nee, ik was wel verbaasd door het succes. Alleen, ja, waarom ik op een gegeven moment ermee gestopt ben, na 2 jaar, is dat ik merkte dat het was een gimmick. En het was natuurlijk als grap, nou grap. Maar in ieder geval, het leek me gewoon prettig om liggend naar muziek te luisteren. Die tweede theatertournee had ik zelfs ook percussie erbij. Dus dan lagen die mensen op die matrasjes en dan zag je zo'n voetje zo een beetje swingend op die muziek. Dus dat vond ik al heel mooi. Maar ik kreeg steeds maar in interviews die vraag op me af in hoeverre ik een soort van Jomanda of een advisser was. Ja, ja. En dat was ik zo zat dat ik van de ene, nou ja, op een gegeven moment dacht, ik verkoop mijn 400 matrassen aan een strandtent in Scheveningen en die heeft er nog heel veel plezier van. Maar ja. Nou, wel een mooie periode. Ja, was wel. Zeker om op terug te kijken in ieder geval. Ja, zeker. Lievekamp. Straks gaat de bibliotheek, die gaat naar de stad, Koen. En dan heb je een heleboel vierkante meters over. Ja. Dus heel veel ruimte voor nieuwe lichtconcerten, zou ik zo zeggen. Ja. Wat zijn jouw plannen? Wat zijn jouw ideeën? Nou, we hebben heel veel ideeën. We hebben een paar onderzoeken gedaan, daar is heel veel over geschreven al. Waarbij we hebben gezegd, oké, we hebben een aantal problemen in het huidige pand. Dat heeft vooral te maken met de achterstand. Het is natuurlijk wel een verouderd pand, 50 jaar oud. En op een aantal vlakken, verschillende functies, is dat wel te merken. En we beginnen een achterstand te krijgen op andere theaters. En dat zit vooral in de podiumgrootte en in de toneeltoren, maar het zit ook wel in het gebouw zelf. En vooral in de zaal. Nou, waar zit dat dan in? Dat heeft te maken met het comfort. We krijgen heel veel complimenten over onze programmering en over de gastvrijheid en over het programma. Maar we krijgen ook wel kritiek op het feit dat die zaal zo krap is. Het is gebouwd op de lengte van mensen van toen, dus een beetje langere mensen hebben al gauw een probleem. Het is moeilijk bereikbaar voor mensen met een beperking. Dus dat zouden we graag veranderen. Maar als je dan in die zaal daarin gaat breken en je gaat die ruimte, dat comfort ga je verbeteren, dan gaat het ten koste van je zaalcapaciteit. Dus dan zouden we in plaats van 650 personen misschien maar 400 mensen kwijt kunnen. Ja, dat betekent dat je dan ga je hele andere artiesten naar ons halen. Dus dat moet je niet willen, want dan worden we kwetsbaarder. Verliezen we onze voorsprong die we ook wel hebben in de regio. Dus is de vraag, moeten we dan niet een compleet nieuwe zaal bouwen? En die zouden we nou precies op die plek van de bibliotheek. Als je het hebt over die voorsprong in de regio, hè? Met welke regio vergelijk je jezelf dan? Nou ja, ons publiek komt, als ik echt helemaal kijk van waar het grootste gedeelte vandaan komt, dan praat je natuurlijk over Os en de kerndorpen. Maar eigenlijk van Den Bosch tot aan Veghel. En daar zijn we, daar hebben we een goede positie in. Want jij ziet hun als concurrent of als conculega's? Ja. Ja, het is altijd heel modieus om te zeggen. Het zijn natuurlijk collega's, maar we concurreren elkaar tot op het bot, zou je willen zeggen. Het is gewoon zo. En je probeert erin te overleven. En als theater als sterkste partij te zijn. En die ambitie hebben wij ook. En wij zijn op dit moment, denk ik wel, op een aantal genres in ieder geval sterk leidend. We hebben klassiek, dans, toneel, dat zijn de klassieke kunsten. Maar we doen ook heel veel andere dingen. En we hebben als theater, denk ik, ook wel vooraan lopen. Dan heb je het over de zaal, eventueel vernieuwingen. Maar daar zit natuurlijk ook een prijskaartje aan. Ja. Is dat geldig? Dat moet gevonden worden. Hè? En dat is nou net het proces waarin we zitten. Dus het is ook wel wat dat betreft leuk om hier nu op dit moment te zitten. We beginnen volgende week met de start van een positioneringsonderzoek. Want we hebben allerlei ideeën over onszelf. Dus ook, hoe dominant zijn we nou precies in die regio? En zijn we inderdaad een leidend theater? Dat moet je dan ook eens een keer door een externe partij laten onderzoeken. Dus we hebben een bureau wat met ons gaat kijken naar wat is onze positie nu? Wat denken wij dat wij straks
kunnen zijn en wat onze positie dan is in de toekomst. En daar moet een gedegen onderzoek naar gedaan worden. En dan weet je het ook precies. En dan is duidelijk wat er voor nodig is om die positie te behouden. Want Liefkamp gaat niet mee naar het uithuis? Nee. Gemiste kans? Nee, ik denk het niet. Het begint met de vraag, en die vraag kreeg ik al toen ik hier net was aangetreden, binnen een week. Zou je naar het centrum willen verhuizen? Nou ja, wij draaien op dit moment een sluitende exploitatie al jaren. En dat doe je niet op elke plek. Dat heeft ook te maken met het parkeren en de mogelijkheid van parkeren en laden en lossen, wat toch wel een groot probleem zou kunnen zijn in het centrum. Dus ik hecht erg aan deze plek. Dat neemt niet weg dat we in alle scenario's die we onderzoeken altijd ook nieuwbouw in het centrum meenemen als optie. Omdat ik vind dat we dat verplicht zijn te doen. Je moet het niet uitsluiten. Maar het is niet het meest wenselijke scenario. Heb jij enig idee waarvoor bedragen we dan praten, Koen? Ja, het is altijd gevaarlijk om bedragen te noemen, maar je praat wel over miljoenen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook zo dat we hebben net ook weer een onderzoek gedaan naar meerjaren onderhoud. En we weten dat we voor de komende 5 tot 10 jaar 3, 4, 5 miljoen zouden moeten investeren om het gebouw draaiend te houden. Langzamerhand beginnen we dat soort bedragen in het beeld. Ja, dan praat je bijna over kapitaalvernietiging als je niet gewoon gaat vernieuwen. Precies. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat dit jouw uitgangspunt wordt. Ja. Je zei net al, een gebouw van 50 jaar oud, maar dat betekent ook dat de Liefkamp 50 jaar lang bestaat al. Ja. Heel mooi feest gehad. Ja. Heeft het voldaan aan de verwachtingen? Ja, het werd natuurlijk wel overschaduwd door het ongeluk met Stint. Dat is echt wel een heel andere energie geweest dan toen we eraan begonnen. Maar desondanks hebben we volle zalen gehad. Mensen zijn wel gekomen. Hè? En dat had heel anders kunnen zijn. En wat dat dan doet, is dat we met z'n allen als team, ik had kort geleden nog met wat mensen van de horeca daar een gesprek over, die zeiden, ja, als we erop terugkijken, was het daardoor nog extra teambuilding. Omdat je met z'n allen, onder die rare omstandigheden, dan toch het jubileum viert. Dus we kijken er heel goed op terug. Ja. Ondanks alle bezuinigingen. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Daar hebben we het in de redactie namelijk over gehad. Ja. We weten allemaal, een aantal jaar geleden, er werden behoorlijke keiharde bezuinigingen aangekondigd op cultuur. Ja. Hoe ervaar jij dat? Of heb jij dat ervaren de afgelopen jaren? Waar zie jij kaalslag, als die er überhaupt al is? Ja, ik vind de argumentatie natuurlijk van die bezuinigingen is vaak zoek. Wat je gemeentes ziet doen, is dat andere gemeentes iets doen en binnen VNG-verband dan toch daarnaar gekeken wordt en eigenlijk volgen gemeentes elkaar. Waar kunsteducatie is weggesneden, zullen ze er nog jaren spijt van krijgen, want dat is echt volledig weg. Waardoor zo'n gemeente ook geen aanspreekpunt meer heeft als ze kunsteducatie vorm willen geven. Wat je hebt gezien is dat. Hoe kijk je daarnaar? Ik heb ook op Malieveld gestaan destijds toen Halbe Zijlstra zijn bezuinigingen aankondigde. Want ik zocht de argumentatie. Wat is het dan? En er was meteen de argumentatie was ook een soort suggereren van een bepaalde luiheid en aan de subsidiekraan hangen. En ondertussen, dat moest dan maar het geld gevonden worden in de markt. Maar als je eerst een hele sector afschildert als subsidieslurpers en dan zegt, en nu moet je het in het bedrijfsleven zien te vinden, dan zegt dat bedrijfsleven van, ja, maar jullie zijn subsidieslurpers. Dus zo werkt dat niet. Je kunt niet eerst een hele sector afschilderen als heel negatief en dan zeggen, probeer het geld maar uit de markt te trekken. Als het er al is, het is natuurlijk een heel druk beviste vijver. Ja. Dus kortom, hoe kijk je naar bezuinigingen? Je moet proberen zo efficiënt mogelijk met je middelen om te gaan. Dat geldt voor alle culturele instellingen. Maar als je dan bezuinigt, moet je met elkaar naar beginnen te kijken, wat is de ambitie van de gemeente en hoe wil je dat vormgeven? En als je bepaalde ambities hebt, ja, dan zul je daar ook subsidie voor moeten bestellen. Nou, als ik jou net goed heb gehoord, dan is die ambitie vrij hoog. Zeker wat betreft de facilitering natuurlijk. En dan kom je altijd tot een snijpunt. Ja. Jij hebt een bepaalde ambitie, de gemeente heeft een bepaalde ambitie. Ja. Je moet in de toekomst kijken, de gebouw moet vernieuwd worden. We praten over miljoenen. Klopt. Was reëel? Als bedrag? Ja. Ja, dat weet ik niet. Maar is het dan ook reëel, Koen, om zeg maar die visie te hebben, terwijl je weet dat er eigenlijk te weinig geld is om die visie daadwerkelijk ook te verwezenlijken? Ik weet niet of er te weinig geld is. Wat je over het algemeen ziet is dat er in heel veel gemeentes een soort reflex is. Op het moment dat geld gevonden moet worden voor bepaalde dingen, dan wordt het even moeilijk. Ik denk dat je met elkaar goed moet kijken. En dat is nou precies dat positioneringsonderzoek. We hebben een ambitie. Is die ambitie reëel? En dan moet je als stad kijken, past die ambitie op dat culturele veld van de stad op die eigen ambitie? Als het op elkaar past, ja, dan maakt het niet meer zoveel uit wat het kost. Maar dan heb je wel hetzelfde idee. En als nou uit dat onderzoek komt, Koen, daar gaat het hem niet worden. Leg jij je dan ook bij neer? Ja, blijf je wel zoeken misschien naar andere wegen. Maar ik zie je toch twijfelen. Ja. Ja, nou ja, goed. Kijk, we hebben natuurlijk wel zelf een bepaalde visie. Maar als dat onderzoek laat zien dat wij bijvoorbeeld een overdreven beeld van onszelf hebben, ja, dan zal ik me daar bij neer moeten leggen. Ja. Maar dan moet je ondertussen
Ja, dan ga je gewoon door, hè? Zo is het dan ook. Ja, natuurlijk moet ook gewoon. Ambitie moet je gewoon blijven houden, idealisme ook. Precies. Koen, als jij naar theater gaat, waar ga jij voor naar theater? Waar jij je persoonlijke voor? Oh, ik ben wel een alleseter, hoor. Ik vind, maar dat was al in de muziek zo. Je hebt goed theater en slecht theater. Dat klinkt heel flauw, maar ik kan ontzettend genieten van een hele mooie dansvoorstelling. Maar ook van een heel mooi toneel. Maar ik kan ook genieten van een vlogger of een blogger die bij ons in de zaal zit en heel jong publiek aan zich weet te binden. En ik ga vooral voor kwaliteit. Dat is het. Want is ook de samenstelling van het publiek gemêleerd? Ja. Ja, ik was een beetje vreemd in de bijt toen ik kwam. Hè. Ik kom oorspronkelijk uit de poppodia. En ik heb daarvoor dus in die platenindustrie gezeten. En ik hoorde allerlei verhalen van collega's in het vak. Die zeiden, ja, wij vergrijzen. En toen dacht ik, ja, je bent als theater zo grijs als het programma dat je biedt. Als je niet verjongt in je programma en je hebt geen jong programma aanbod, dan trek je ook geen jongeren. En dan gaat het er vervolgens om, ben je als theater laagdrempelig? Weten mensen je te vinden? Ja, ik denk de lieve kant dat is. Als wij inderdaad een jong programma aanbod in de zaal zetten, hebben we de zaal vol met jonge mensen zitten. Dus het kan heel goed, maar je moet wel op zoek naar dat nieuwe aanbod. Ja, en hoe promoot je dat? Vooral dat ze weten dat het er is. Via jonge kanalen, zou ik maar zeggen. Ja, dan, kijk, dat is dan toch heel veel via social media. Terwijl je het wat meer, wat oudere publiek juist veel meer vanuit die geschreven media of het gedrukte media bedient. De laatste vraag, Koen. Ideale toekomst van de Lievekamp? Toch wel die grote zaal op de plek van de bibliotheek. Mooi verbouwd en herschakeld. Voor iedereen bereikbaar. Ik vind het echt heel, wat betreft die bereikbaarheid, met name voor mensen met een beperking, die is echt een probleem. Dat staat ook in de wet. Dus, ja, het is ook niet meer van deze tijd. Dat is echt, echt heel slecht. En we moeten het met heel veel persoonlijke aandacht allemaal een beetje compenseren. Ik denk dat Lievekamp absoluut bestaansrecht heeft. En wij kunnen nog wel 50 jaar door. Maar dan wel in een goede voorziening die voor iedereen goed bereikbaar is. En ook met Koen? Graag. Want jouw houdbaarheidsdatum is verre van voorbij? Ergens. Nee, nu nog lang niet. Nee, goed zo. Nee, ben ik blij te horen. Ik zei het misschien cynisch, dat was niet de bedoeling. Nee, zo klonk het niet. Nee, maar ik heb... nee, zeker. Ik wil hier graag nog jaren zitten. Mooi. Ja. Dan hebben we die scoop in ieder geval binnen. Goed. Dankjewel voor je komst, dames en heren. Koen Baes. Tijd voor de eerste muzikale onderbreking van deze middag. En daarvoor tekent een geboren en getogen Ossenaar. Hij begon op zijn 14e met gitaarspelen. En heeft zich in de afgelopen jaren gericht op zowel klassiek als flamenco gitaarspel. Waarvoor hij studeerde in Rotterdam en in Barcelona. Hij was al eerder in Zout te zien en te horen. Een warm welkom voor Alessio. Nou, dat was Alessio. Thank you.
Dankjewel, Alessio. Tot zo. Alsof het geen moeite is, hè? Onze eerste columnist van vandaag behoeft hier nauwelijks een introductie. Al vele jaren is hij een bekend gezicht in de Osse politiek, als gemeenteraadslid, als wethouder, als betrokken burger. En in de laatste hoedanigheid staat hij hier vandaag, met een column over een onderwerp wat hem na aan het hart ligt. Al 182 edities de producent van Zout, sorry. Hier is Jules Ieding. Ja, de echte natuurdeskundige Theo van Duren, die is er vandaag niet. Dus u moet het vandaag met zijn schaduw doen. Ik loop de Maasvorst in, ter plekke van de 28 Bunder, een stukje Osbos. Het ligt op landerts grondgebied, het grenst aan het nieuwe wildviaduct en het verbindt de Maasvorst met Herperduin. Wild heeft het door de bureaucratie nog niet gelopen. Onder het viaduct werd onlangs wel Henk Baum doodgeschoten, maar voor crimineel gebruik was het ecoduct nou ook weer niet bedoeld. Op het pad zie ik grof zand en grind, in eerdere ijstijd afgezet door de Maas. Later is het gebied door aardbevingen als een horst in het landschap opgetild. Aan de randen op de weigronden treedt het kalkrijke grondwater naar buiten. We kunnen er veel bijzondere planten zien, zoals de moerassek en de kleine bevernel. Deze weigronden staan op de nominatie om werelderfgoed te worden. Een eerdere kans om nationaal park te worden is bij gebrek aan ambitie niet benut. Hier in de bossen heeft ons de strijd aangebonden met het monotone productiebos. Open plekken maken, het gekapte hout laten liggen en soms loofhout aanplanten. Dood doet leven. De natuurlijke voedselkringloop wordt weer gesloten. Er is een spectaculaire toename van het aantal bosrandvogels. Het maken van een natuurbos blijkt geen utopie. Er is soms wel moed voor nodig. In de verte hoor ik het gekrijs van een raaf, zeldzaam op de Maashorst. Een imposante vogel met een vleugelspanwijdte van meer dan een meter. Hij kan er gedijen omdat Os 20 jaar geleden al is gestopt met de plezierjacht. De jacht, dat jacht nodig is om de natuur in stand te houden, is een grote leugen. Net zo min als het afschieten van reeën nodig is om landbouwschade te voorkomen. Het enige nut is het vullen van de diepvries van de jagers, als het kan met de reebout. Ik ga een klaphek door en kom aan op een heide. Overal opslag van dennen en berken. Een paar jaar geleden zijn de jonge boompjes nog met handkracht uitgeroeid. Het is vechten tegen de natuur. Tauroskoeien en exmoponies weten er wel raad mee, maar ze zijn met te weinig. De wiesent mag er zeker van os nog niet bij. Angst is een slechte raadgever. Ik kom aan bij de grote landbouwenclave in het hart van de Maashorst. Van essentieel belang om van de Maashorst één groot natuurgebied te maken. De grond wordt daar diep ontwaterd. Er zijn tientallen waterputten geslagen. Het land wordt overbemest. Natuur en landbouw gaan hier niet samen. Ruim voldoende geld ligt er klaar om de enkele boeren elders perspectief te bieden. Verderop liggen de vennen. Mijn kinderen schaatsen daar 35 jaar geleden al op. In de zomer aan de randen de rode gloed van kleinbladige zonnedauw. En inmiddels ook de zeldzame waterlobelia's in het water. De afname van de ammoniakuitstoot door de landbouw heeft ook zijn positieve effecten. Dit jaar heeft echter de verdroging toegeslagen, nauwelijks water in het ven. Ik kom aan bij het omheinde domein van de wiesenten. Aan het hek staan Roemeense biologen, komen kennis opdoen in de Maashorst. Ook zij willen de wiesent terug in hun natuurgebieden. Dan vervolgens met de ranger het gebied in, aan gepassioneerde vrijwilligers geen gebrek. Adembenemend om op enkele tientallen meters oog in oog te staan met de wiesenten. Van twee kanten geen angst. De Maashorst heeft een grote slag geslagen. Er is voor ruim 40 miljoen geïnvesteerd in natuur, recreatie en toerisme door provincie, gemeente en instellingen. Ook de ondernemers krijgen steeds meer de smaak te pakken. De natuur was de inspiratiebron en de basis voor ontwikkeling. Natuur, recreatie en toerisme kunnen prima samengaan, onder de voorwaarde dat de recreanten de natuur en elkaar respecteren. Niet alles kan overal. Tot zover het goede nieuws. Maar er dreigt een plaag op de Maashorst. Ze wordt overwoekerd door hazen, politieke angsthazen wel te verstaan. Op papier zijn alle partijen het eens over de toekomst, maar in de praktijk wordt er de hand mee gelicht.
Het perspectief van een ingesloten begraasd natuurgebied wankelt. De voedselkringloop zou worden gesloten, maar er wordt nog volop hout geoogst en afgevoerd. De waterkringloop zou worden gesloten, maar waterputten worden niet gedempt. De begrazing met touwrossen, koningspaarden en wiesenten wordt moeizaam uitgebreid. De boeren willen hun grond niet verkopen voor een reële prijs. Er is nog volstrekt geen zicht dat de jacht wordt gestopt. Maar de gemeentes die zetten niet door. Ze zijn bang voor kritiek. Bang voor kritiek van kleine groepen boeren, recreanten en jagers. Ze lijken eerder bereid veel water bij de wijn te doen dan vast te houden aan hun visie. Ook de meerjarige financiering van het beheer blijft uit. De Osse wethouder Johan van der Es wil zelfs bezuinigen. Minder geld naar het natuurbos, minder geld naar het natuurcentrum. Het lijkt erop dat Os een eigen koers wil gaan varen. VDG-raadslid Berry van der Bee gruwelt van de Wiesent in zijn mountainbike-speeltuin Herperduin. Een beer van een vent, maar door onwetendheid bang voor de Wiesent. En wat is dan de oplossing van de wethouders? Dure externe adviseurs inschakelen. Die onderzoeken niet hoe uitgevoerd kan worden wat afgesproken is. Nee, ze praten de gemeentebesturen naar de mond. Het voorkomt gedoe in de gemeenteraad die bij iedere scheet dwars zit. In dit licht zie ik het opstappen van Geert Versteylen. Een man die zijn afspraken nakwam en een engelengeduld had met bestuurders. Kennis en visie, passie, moed en vertrouwen worden ingeruild voor koehandel. Van gemeentebestuurders mag iets anders verwacht worden. Een verklaring? Kijk eens naar het bestuur van de Maashorst. 3 CDA-wethouders en 1 VVD. De balans is volledig zoek. Mijn advies? Benoem de beste gemeentebestuurder van Nederland, Wobine Buijs, tot beschermvrouwen van de Maashorst. En leg de weer afwezige wethouder Johan van der Es tijdelijk een gebiedsverbod op. Lang leven de Maashorst! Dankjewel, Jules. En nog excuses voor het wegvallen van de visuele ondersteuning. Ik kreeg net te horen dat waarschijnlijk de Beamer het begeven heeft. Dat is heel jammer, want we hadden een heel mooi filmpje over de Maashorst. En straks eventueel voor een ander item kan dat ook nog vervelend zijn, maar we houden u op de hoogte. Hij was voorzitter van de organisatie die de plannen van de Maashorst uitvoerde. Onlangs stapte hij op omdat hij het helemaal had gehad met de wethouders waarvoor hij de opdrachten moest uitvoeren. Een van die wethouders had de moed om vandaag naar Zuid te komen. Maak een hartelijk applaus voor Geert Versteylen en Bernezer wethouder Peter van Boekel. Heren, welkom. Fijn dat jullie er allebei zijn. Colm heeft al wat zaken op scherp gezet. Maar wij gaan het hele zaakje gewoon heel rustig overdoen. En we beginnen met de eerste vraag. Geert, je bent niet de eerste de beste. We hebben het straks ook al even over gehad. Je bent adviseur geweest van ministers. Daar ben je het ongetwijfeld ook wel eens ooit niet mee eens geweest. Toen was je nog ambtenaar. Was het moeilijker om te zeggen, hey, bekijk het maar, ik ben weg. Maar je hebt het wel uitgezeten. Nu heb je besloten om te zeggen van tot hier en niet verder. Ik stop ermee. Je hebt een brief gestuurd en daar heb je een aantal punten aangestipt. Daar gaan we het straks over hebben, puntgewijs. Kun je eerst in 2 zinnen aangeven hoe de organisatie van het project in elkaar steekt? Was het bestuurlijk regieteam en wat is de stichting Maashorst in uitvoering? We beginnen met de eerste. De Stichting Maashorst Uitvoering die werkt in opdracht van het bestuurlijk regieteam. In de tijd was het zo dat je een 5-jaar plan had, 5 jaar geleden. En zeiden van de wethouders toen van kom, wij gaan met elkaar een convenant tekenen van hoe wij tot uitvoering komen. En wij zijn opdrachtgever van de stichting. En de stichting die krijgt, wordt middelen ter beschikking gesteld. En die gaat dan samen met belanghebbenden, maar ook gebruikers, de plannen uitvoeren die we in dat 5-jaar plan hebben afgesproken. Helemaal duidelijk. Nou, dat was het dan, heren. Dankjewel voor u. Oké, duidelijk. Jouw beslissing om uiteindelijk op te stappen, Geert. Was dat een weloverwogen beslissing of was het meer een impulsieve van nauwste druppel? Ja, de maat vol, de spreekwoordelijke druppel doet de emmer overlopen. Nou, ik denk dat beide was. Kijk, er is al een tijd
dat we bezig zijn met het 5-jarenplan uit te voeren. En dat gaat, is eigenlijk heel geweldig gegaan. Ik ben eigenlijk heel trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Ik denk dat we met elkaar heel trots op kunnen zijn. Dat is geweldig. Het is echt, veel mensen hebben zich ingezet. Er is veel geld uitgegeven, Jules heeft het ook gezegd. Ik zou bijna zeggen, 90% wat we toen hebben opgeschreven is gehaald. 10% niet. Dat zijn maar van die kwalitatieve. Maar ik geef wel aan van dat er nog veel bereikt is. Maar goed, regeren is vooruitzien. En er waren een aantal issues, die zaken die niet erg opschoten. Waar we wel voor de komende jaren mee aan de slag moeten. En daar ben ik al een paar jaar mee in gesprek met het bestuurlijk regieteam. Om dat voor elkaar te krijgen. En ik zie gewoon dat ik mis het elan, de drive, om daar uit te komen. En een aantal jaren geleden hebben we afgesproken, in 2017, van op 1 januari 2019, dan moet er eigenlijk weer een 5-jaren visie liggen, want het huidige is uitgevoerd. Er moet ook een nieuw bestuur zijn. Nou, beide zijn er niet. En dat had volgens mij wel gekund. Dat is dus heel jammer. En dan op een gegeven moment merk je gewoon dat ik ook geen vertrouwen meer heb dat helemaal goed komt. En dat vind ik jammer, want ik was met een gerust hart weg willen gaan. En dat is nu niet zo. Geert, nou kan ik me voorstellen, voordat zo'n emmer vol is, dan zijn er al behoorlijk wat druppels ingevallen, ja. Natuurlijk. In de tussentijd, hè, want je hebt het over die visie en over dat nieuwe 5-jarenplan. Je geeft net aan dat in die voorgaande 5 jaar is er ongeveer 90% van de doelstellingen bereikt. Dat inderdaad geweldig is. Dat betekent inderdaad dat er in die periode in ieder geval in jouw visie genoeg elan en daadkracht is geweest. Dat is ergens, moet dat afgekappeld zijn, want anders komt die emmer niet in één keer vol. Nee. Ik neem aan dat jij dat ook hebt aangegeven. Ja, dat heb ik ook. Het huidige bestuurlijk regieteam ook daarvoor speelde dat ook al. Je zou kunnen zeggen dat ik het gevoel had dat ik in een auto zat die flink start is gegaan. Je rijdt lekker en op een gegeven moment denk je, hé, wat is er aan de hand? Een beetje slappe banden lijken het wel. Vergis ik me nou? Nee, ze worden nog slapper. Ik ga het harder gas geven. Het lijkt net dat ik nog slapper ben. En tenslotte heb je het idee dat je banden helemaal leeg zijn. En dan hobbel je nog een eind voort. En op een gegeven moment is er zo'n hobbel waar je tegenkomt. Dat je zegt, jongens, ik stap uit en ik vertrek. Maar je bent in de tussentijd wel naar de garage geweest? Ja. Ik heb een stukje GIT-team, het huidige, maar ook daarvoor aangegeven. Waar mijn twijfel staat, ook over de continuïteit, hè, naar de toekomst toe. En ja, dat heeft uiteindelijk niet geleid tot, van mijn kant, dat ik er nog vertrouwen in heb. En het doel van jouw brief, hè, van het ontslag, wat wil je ermee bereiken? Wil je ze wakker maken of wil je er ook echt gewoon zeggen van nou, voor mij is het nou klaar en zoek het maar uit? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik was er gewoon klaar mee. Ik kon het niet meer opbrengen, ik had er geen zin meer in. Het is voor mij, ik stopte heel veel vrije tijd in de afgelopen jaren. En op een gegeven moment merk ik bij jezelf, ja, het levert mij alleen maar chagrijn op. En op een gegeven moment denk je in het begin van, oh, iemand moet het toch doen. En ja, God, ik kan de zaak toch niet in de steek laten. Maar op een gegeven moment denk je ook van, nou is het klaar. En dan zeggen ze, ja, hij wil een signaal afgeven. Nou, helemaal niet, ik had er gewoon genoeg van. Maar het effect wat ik nu zie, dat bereikt is dat de zaak maatschappelijke focus nou wel op het bestuur is van zorg dat die Geert Versteijden ongelijk heeft. Dat vind ik niet erg natuurlijk. En in die zin hoop ik alleen maar dat ik straks kan zeggen, goh, ik ben hartstikke ongelijk. Dus graag zelfs. Ik bedoel, het gaat niet om Geert Versteijden, het gaat om wat goed is voor de Maasworst. Ja. Ja, en daar heeft het in jouw visie dus behoorlijk aan ontbroken. Ja. Uiteindelijk. Ja. Als je zover uit elkaar lijkt te liggen. Ja. Want dat is even de vraag. Gaan we proberen achter te komen. In jouw afscheidsbrief noem je 3 redenen van opstappen. Je gaf bij politiek bestuur aan geen elan te zien. Te weinig daadkracht en te weinig vertrouwen had jij op een gegeven moment. Maar laten we beginnen bij de visie. Er is op een gegeven moment begonnen met een visie natuurlijk. Van hoe gaat die Maasworst eruit gaan zien? Nou, er zijn alle gemeenten bij betrokken geweest. Maasworst manifest, natuurplan, inrichting, beheerplan. Ja. Als ik nou de column van Jules even goed beluisterd heb en ook de kritiek die er is gekomen, Geert, is het dus met die visie en uitvoering, is het langs elkaar gaan lopen. Nou. Even voor jullie beiden. Peter, even met jou. Herken jij dat beeld?
Fijn dat ik hier mag zijn, Stijn. Dank je wel daarvoor. Het is te lang geleden dat ik hier heb mogen spreken. Dank je wel daarvoor in ieder geval. Vind ik leuk. Fijn, want we hebben namelijk ook best wel een boodschap. En we zitten met de Maashorst, waar de afgelopen jaren ontzettend veel bereikt is. En dat is inderdaad op een hele mooie manier door Jules aangegeven. Het laatste deel ben ik niet zo mee eens, maar dat zullen mensen begrijpen in de zaal. En Geert met het programmateam, met heel veel mensen in die Maashorst, die allerlei projecten uitgevoerd hebben, hebben prachtige resultaten bereikt. En ik denk dat we daar ook heel trots op zijn. Niet alleen de mensen die in die Maashorst inderdaad bezig geweest zijn, maar ook de bestuurders. We hebben een paar weken terug in provinciehuis de resultaten gezien. We hebben, ik denk een aantal van jullie ook de filmpjes wel gezien die DTV heeft uitgezonden de afgelopen weken. Prachtige resultaten. Maar we zitten nu in een overgangssituatie. Want we moeten toe van een ontwikkelorganisatie waar inderdaad tientallen miljoenen is besteed aan de ontwikkeling van natuur. En dat houdt niet op nu. Dat gaat gewoon door. We zijn nog 10, 15 jaar bezig met de bosomvorming, met alle dingen die we ingezet hebben. Het Maashorst Manifest staat als een huis. Dus dat is nu niet klaar. Maar we moeten wel toe, nu de subsidies in ieder geval, die tientallen miljoenen besteed zijn aan die projecten en aan die natuurontwikkeling, naar een stabiele beheerorganisatie. En daar zijn we nadrukkelijk naar aan het kijken. Dat betekent ook dat we moeten gaan kijken, hoe zorgen we er nou voor dat alles wat bereikt is in de natuur en de doorontwikkeling daarvan, maar ook in het kader van hoe kunnen nou al die mensen die de afgelopen jaren enthousiast geweest zijn, ook de ondernemers in het gebied die daar heel veel moeite en tijd in gestoken hebben, hoe kunnen we nou zorgen dat dat ook zijn effect oplevert. Enerzijds door die natuur door te ontwikkelen, anderzijds door die Maashorst ook te gaan gebruiken. Te gaan gebruiken voor recreatie en toerisme, waar we allemaal, ik ben aan de rand van de Maashorst geboren, gewoon die Maashorst in kunnen wandelen en heerlijk genieten van die natuur en alleen maar zien wat daar gerealiseerd wordt en dat we ook daarvan gebruik kunnen maken. Weet je de vraag nog? Sorry, weet je de vraag nog? Ja, ik weet de vraag nog. We moeten zorgen dat we een stabiele beheerorganisatie krijgen. En daar zijn we nadrukkelijk mee bezig. En dat heeft niet met vertrouwen of iets dergelijks te maken. Wij hebben gezegd, we moeten zorgen dat er een goede organisatie komt. Daar hebben we een externe, ervaren iemand voor ingezet. Om te zorgen dat er een organisatie komt die daar voor de komende jaren toekomstbestendig en met dat wat we met z'n allen voor hebben gerealiseerd wordt. Dus de metafoor van de auto die met lekke banden liep, die herken jij niet? Nee, ik denk juist niet. Ik denk dat het kijk, we zijn in juni als nieuw BRT aangetreden met op dat moment best wel in een hectische periode. En wij hebben, en ik denk dat dat vandaag daadkracht getuigt. We hebben op dat moment gezegd, we gaan niet door in de lijn zoals we altijd gedaan hebben qua organisatie. We moeten vooral toe naar een vereenvoudiging van de organisatie. We hebben nu een BRT. We hebben een gemeenteraad die de BRT iets van vindt. We hebben een stichting Maashorst in uitvoering. We hebben een hele organisatie die de uitvoering realiseert. We hebben een raad van advies. We hebben een gebruikersraad. Veel te complex. We moeten volgens mij, en dat geldt ook voor de overige bestuursleden van de BRT, naar een veel eenvoudiger situatie waar met name de community, de mensen zelf. Spreek je op dit moment namens het team, Peter? Ik zit hier als Peter van Boeken, als wethouder van Bernhezen. Maar wij hebben vorige week in de gemeenteraad daar ook uitspraken over gedaan. En dat was ik niet alleen, dat waren ook mijn collega's. We moeten toe naar een vereenvoudiging. En daar zijn we het overigens als BRT-leden allemaal over eens. Allemaal. Naar een vereenvoudiging van de situatie van de organisatie, waarbij we met name ook zorgen dat de community, de mensen die met die Maashorst bezig zijn, veel meer zelf kunnen bepalen wat daar gaat gebeuren. Wij als BRT, als bestuurders, moeten veel meer op afstand staan. We moeten natuurlijk iets vinden van de financiën. Er gaat een paar miljoen per jaar om in dat gebied dadelijk. Ook in de beheerssituatie. Daar zullen we dus iets voor moeten organiseren. Om in gewoon puur controle, juridische... Ik ga je even onderbreken, Peter, want we moeten verder. Op afstand vind ik, maar de community zelf moet het gaan doen. Dat is de boodschap die ik hier wil brengen. Geert. Nou, kijk, toen de vorige bestuurlijke Rietiem had gezegd, 1 januari moet er een nieuwe organisatie zijn en een nieuwe agenda voor de toekomst. Beide zijn er gewoon niet. Maken we daar in voortgang
Eigenlijk niet. Het zijn hele mooie woorden. Maar mei vorig jaar was er een uitgebreid plan gemaakt, een bedrijfsplan voor de toekomst, voor 5 jaar, over wat er moest gebeuren, wat het ging kosten, wat voor organisatie nodig is, hoe de verdeelsleutel er zou kunnen zijn. Het lag klaar voor de nieuwe wethouders om te bespreken en op basis daarvan besluiten te nemen, zodat wij per 1 januari al een nieuwe organisatie hebben. En ik denk, dat is hartstikke mooi, die nieuwe wethouders te beginnen. Die kunnen meteen aan de slag en die kunnen met ons daar in discussie. En dus, er lag een nieuw plan? Er lag een nieuw plan. Ja. En wat is dan het elan die dan voor de wethouders zegt? In plaats dat ze dat gesprek met ons willen aangaan om te kijken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen regelen, wordt de hete aardappel doorgespeeld aan een externe adviseur, zoals gezegd wordt. En die moet er dan mee met een hele ruime opdracht, of eigenlijk geen opdracht, die dus de organisatie verder ingewikkelder maken. Want die komt als een soort ongericht piloot, komt die dan in, niemand weet wie waarover gaat. En ik kan constateren wat ik nu zie, hè, als het laatste concept, 14 dagen geleden voor mijn aftreden, is nog zo lang zo concreet niet als wij in juni vorig jaar al klaar hadden liggen. Met andere woorden, het schiet niet op. Momentje, want ik heb één vraag. Hè, want ik heb natuurlijk naar Peter ook geluisterd. Die had het was te ingewikkeld. Het nieuwe plan, zou daardoor de zaak ook minder ingewikkeld worden? Nee, maar zoals wij het voorstellen, ja. Er lag gewoon concreet advies toen al van hoe dat eruit kon zien. En wat mij betreft ook minder ingewikkeld. Overigens, wat ik tot nu toe gezien heb, een paar weken geleden, denk ik, en daar maak ik me ook zorgen over, wordt het echt niet minder ingewikkeld van. Maar ik vind daar iets moeilijk over te zeggen, want laat dat maar blijken, zou ik zeggen. Peter. Ik denk dat het belangrijk is om met elkaar te kijken, als de plannen er dadelijk liggen. Die kwartiermakers zijn aan de slag gegaan. Een onafhankelijk, onomstreden, ervaren iemand die juist in dit soort situaties zijn plannen kan maken. Ja, er lag een plan in juni, maar daar kreeg ik op de achtergrond als bestuurder van te horen. Het is juridisch, het is financieel, het is organisatorisch, klopt het gewoon niet en past het niet in de toekomstvisie die we met elkaar hierover hebben. Het moet vereenvoudigd worden. Ik denk dat zijn we aan het doen. Waar we nou zijn, dat uiteindelijk het grootste snijpunt is tussen de twee heren die hier aan tafel zitten met beide een aparte visie natuurlijk op Luister, de zaak. Wij hebben inderdaad in mei, in juni, onze eerste nieuwe BRT-vergadering, hebben wij niet blind gezegd, het plan wat er hier ligt is voldragen en kan als zodanig de basis vormen. Geert, is dat het stuk waar jij hebt ervaren als ze hebben geen vertrouwen meer in mij? Dat was heel belangrijk, want het stuk waar we het hier over hebben. Kun jij er iets bij voorstellen, Peter? Ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is als je staat voor 5 jaar hard werken. Daar staat Geert voor. Daar respecteer ik hem ook zeer voor. Hij is keihard gewerkt samen met zijn organisatie, samen met heel veel mensen, heel veel mooie projecten. En dat dan inderdaad, zo'n opdracht loopt ten einde. Officieel per 1 april. Er zijn intussen allerlei redenen of acties genomen om dat verder door te zetten. Ik kan me voorstellen dat je dat vervelend vindt. Zou jouw voorzitterschap eigenlijk, zeg maar, stilzwijgend in april zijn afgelopen, Geert? Nou, misschien nog eventjes daarbij stilzwijgen, want ik vind dat toch wel heel belangrijk. Moet je voorstellen dat er door een deskundige bestuur, want dat was het idee, hè? Deskundige mensen zeggen dit is een goed bedrijfsplan. Daarbij ook nog een jaar werk van allerlei ambtenaren die daar hebben aan gewerkt. Hè? Wat echt niet de bedoeling was van tik even af jongens en zijn we klaar. Nee, dat was alleen maar een raamwerk, hè, om op door te gaan. Dat nog niet eens besproken wordt met ons. Dat het niet eens zelfs binnen de groep besproken wordt, maar dat het gewoon in de la wordt gelegd. Dat voor ons heel, heel ernstig was. Ja, ik denk dat het iets minder. Nee, het is zo. Nou, jij hebt het natuurlijk over een soort beleving hier, hè? Nou, het is ook feit. En dat is geen beleving, dat is feit. En dat in plaats daarvan, terwijl ik het zeer nadrukkelijk het belang onder aandacht heb gebracht van bestuurders, gezegd heb, nou jongens, het is manbevuld, ingewikkeld, ben je net. Er zijn ook best wel wat vragen over. Ja, natuurlijk waren er vragen over en het wordt door. Dat is niet zo, Geert.
Nee, dat is niet zo. Kijk, er ligt een advies. En het is van belang om nu te kijken. Dit is een heel belangrijk moment. We gaan van een ontwikkelorganisatie waar tientallen miljoenen op een perfecte manier zijn vertaald in natuurontwikkelingsprojecten. Ik heb het al meerdere keren gezegd. Naar een stabiele beheerorganisatie. We moeten voor de toekomst zorgen dat er een vereenvoudigde situatie is. Dit is het moment om bijvoorbeeld ook al die mensen die met die masters bezig zijn, in die community bezig zijn, de ondernemers, maar ook de natuurverenigingen, die heel betrokken in het hele verhaal zitten, allerlei andere organisaties, maatschappelijke organisaties die van alles in die masters doen, dit is het moment om die meer op het paard te zetten, op het paard te tillen, om maar wat te zeggen. Masters ondernemers, de masters boeren, de natuurorganisaties, die moeten dadelijk, en daar zijn we nadrukkelijk mee bezig, ik heb dat een paar weken terug in de raad ook gezegd, om te kijken hoe kunnen we dat nou realiseren. En dat is belangrijk, zodat wij als bestuurders meer terug kunnen. We hebben de afgelopen jaren over veel te veel details moeten praten in de gemeenteraad, in het BRT. Dat moet in een organisatie waar de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn ook hun ding kunnen doen. En dat is wat wij voorstaan. En in de plannen die daar lagen, daarom hebben we ook gezegd, laten we nou iemand die ervaring heeft in het opzetten van dat soort organisaties nog eens goed naar die plannen kijken. En die zitten eraan te komen. En ik heb al eerder gezegd, ook in mijn gemeenteraad, wij gaan jullie wat dat betreft verrassen. Want ik ben ervan overtuigd dat we een toekomstbestendige, vereenvoudigde structuur krijgen die het elan en de kwaliteit van die maatschappij alleen zal verbeteren en alleen maar zal versterken. Even heel zwart-wit gezet, dan komt het dus eigenlijk hierop neer. Je hebt hier een groep mensen, een team, wat aan een bepaald plan heeft gewerkt, zoals de afspraak ook was. Ja, daar is niks, speciaal verzoek. Daar is niks, althans weinig mee gedaan, althans volgens jou, Geert. Nou, de basis waarmee aan de slag gegaan is. Een momentje, Peter, want vervolgens wordt er dus een kwartiermaker aangesteld, die daarnaast een andere visie ontwikkelt. Nee. Nee, de basis van waar die kwartiermaker mee aan de slag gegaan is, is het rapport wat er lag van de stichting. En dat is, hij heeft met allerlei organisaties die in die masters actief zijn gesproken. Je zei daar straks ook, hè, want zeg maar, de visie zoals die vanuit het team is gekomen, daar waren een hoop dingen mee mis. Dat heb ik niet gezegd. Ik dacht dat je dat net zei. Nee. Ja. Ik heb gezegd, we moeten kijken. Financieel klopte het niet, er moesten minder organisatie, het was toch ingewikkeld. Helemaal. Financieel, juridisch zijn er een aantal dingen die inderdaad natuurlijk wel moeten kloppen. Ik zei ook, er gaat een paar miljoen per jaar in die maatschappij. Maar dat is dan toch geen bestuur op afstand? Wat bedoel je met geen bestuur op afstand? Nou, je hebt het, hè, in de nieuwe visie zou bijvoorbeeld het bestuur meer op afstand komen. Nou, maar vervolgens doet hetzelfde, die stellen een kwartiermaker aan. Ik heb het over een nieuwe situatie. Die kwartiermaker is straks weg, die brengt een advies uit. En op basis daarvan wordt een nieuwe bestuurstructuur opgezet. En dat is een vereenvoudigde structuur. Ja. Dat is wat ik zeg. En mijn stelling in dit verband is ook, waarom die kwartiermaker binnen de Maasvors zo ambtelijk en bestuurlijk was ervaring genoeg om wat die kwartiermaker doet, die van buiten komt, om dat zelf te doen. En als je zegt, hij moet onafhankelijk zijn, dan zeg je eigenlijk, we hebben geen vertrouwen. We hebben geen vertrouwen in elkaar, we hebben geen vertrouwen in de stichting. Het moet iemand van buiten zijn die dat blijkbaar gaat doen. Dat vind ik gewoon hartstikke jammer, want dan hadden we hier al lang gezeten met een nieuw bestuur, met een nieuw land en ook met een nieuwe agenda voor de toekomst. Nou, die is er nou niet. Ja, ik bestrijd dat het een gebrek aan vertrouwen is. Ik denk dat er keihard gewerkt is. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren. En dat is heel vervelend, Geert, laat eerlijk zijn. Niet alleen ik, hoor, maar mijn hele bestuur. Nou, en dat heeft ertoe geleid dat Hendrik Hoeksema ook is opgestapt. Nee, we hebben gesprekken met de overgebleven bestuursleden. En het is aan jullie zelf om keuzes te maken in de lijnen die je doet. We hebben met het huidige bestuur, die ook na 1 april nadrukkelijk doorgaan in het hele verhaal. We hebben met ARK afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Samen met de hele beheerorganisatie is hard gewerkt, wordt hard gewerkt, ook het komend jaar en de komende jaren, om het beheer van die masters op een goede manier op te zetten. Er is geen enkel continuïteitsrisico, dus in die zin, en ook het bestuur is actief bezig om de nieuwe plannen mee met die kwartiermaker op basis van dat wat er al lag, vorm te geven. En ik ben ervan overtuigd, ik heb er alle vertrouwen in, dat er een bestuurstructuur komt die veel eenvoudiger is en waar de mensen waar het om gaat, de community zoals we dat zo mooi noemen, de lijnen gaan bepalen. En niet de bestuurders. En daar willen we volgens mij met z'n allen naartoe. Ik denk, volgens mij zit je wat dat betreft op één lijn.
Jazeker. Ik hoop dat ik gewoon natuurlijk helemaal ongelijk krijg. Ja, dat zei je al straks. En kijk, wat ik alleen nu constateer, er is geen vijfjarenplan. Er is geen structuur voor de toekomst. En dat had er dus al lang moeten zijn. Dat had in lang gegeven. En daardoor krijg je ook continuïteitsproblemen. Sterker nog, mensen die daarmee aan nek zijn, die zijn een hele tijd in onzekerheid. Hè? Mensen die bij de stichting werken, hele tijd onzekerheid van wat is de toekomst. Maar Geert, dat is niet zo. Daar wordt mee gesproken, daar zijn afspraken mee gemaakt, werd het net ook al aangaf. Dus in die zin is dat op een hele nette manier wordt dat allemaal geregeld. Is het allemaal wel eerlijk en open gecommuniceerd naar elkaar, Peter? Als je nou terugkijkt naar Geert stuurt liever niks zo'n brief natuurlijk. En dit, ja. Nee, absoluut. Ja, en hij maakt daarin zijn eigen keuze, respecteer ik ook. Er zijn ook diverse gesprekken geweest. Dat je dat respecteert, dat heb je ook maar te respecteren. Want ja, als iemand gewoon een brief stuurt en zegt ik stop, dan stopt. Je weet best wat ik bedoel. Maar heel even wachten, want het is natuurlijk een beetje een rare situatie, Peter. Als iemand, de voorzitter, die stuurt een brief, zegt ik stop ermee. Want het ontbreekt een aantal zaken. Nou, daar heb je op gereageerd. Jouw reactie was, er is niks aan de hand. Nou, dat leg je net ook uit, hoe jij dat ziet, dat er niks aan de hand is. Want het was zo'n goeie. In een overgangssituatie. Maar als het zo'n goeie was, dan communiceer je daar toch op een fatsoenlijke manier mee. Ja. Maar daar is iets niet goed gegaan hier. Hè? Dat is toch wel duidelijk. Kijk. We respecteren de keuze die bestuurders in dit geval Geert maken. Met alle respect. Ja. Maar wat er ook gebeurd is, en dat kan Geert hoop ik beamen, is dat er ook gesprekken geweest zijn met de voorzitter van het BRT met Geert, om te kijken waar nog mogelijkheden zitten. Geert heeft de gesprekken gehad met de kwartiermaker. Na de brief, dus, denk ik, hè? Dus, en voor de brief ook al, neem ik aan. Okay. Zeker, want ik zeg al, ik neem de beslissing niet zomaar. Nee. Dat gaat een heel proces aan vooraf. Dus tijdens al die gesprekken heb jij niet het idee gekregen jouw vertrouwen was dus weg. Al. Nou, dat was al een tijd tanende. En dan probeer je dat elke keer te herstellen. Totdat je op een gegeven moment tot de conclusie komt, het werkt niet meer. En ligt het dan puur aan het feit, Geert, van dat er niet volgens afspraak een vijfjarenplan lag? Nou, dat niet alleen. Want kijk of dat nou precies 1 januari is. En die kwartiermaker? Nee, het is op een gegeven moment dat je op heel veel dossiers die er gewoon zijn, gewoon nauwelijks voortgang wordt gemaakt. En ook niet wat betreft de toekomstige structuur. En dan denk je op een gegeven moment, wil ik hier en kan ik hier nog verantwoordelijkheid dragen? En dan zeg ik op een gegeven moment, nee, dat wil ik niet meer. Het is voor mij genoeg geweest. En dat vind ik jammer. Ik had het graag gebracht tot het einde dat ik ook wist dat de komende 5 jaar geborgd waren. Nou, dat gevoel heb ik nou niet. Ik hoor heel veel mooie woorden. Waarvan ik elke keer denk, nou, dat moet ik allemaal nog helemaal zien. Daar heb ik grote twijfels over. Daar heb ik alle vertrouwen in. En heb jij alle vertrouwen in. Er zijn heel veel feiten waarvan ik zeg, nou, die geven dat vertrouwen dus niet. Is de deur dicht, Geert? Hoezo? Hij is dicht, ja, want ik ben vertrokken. Ja, nou, dat ontzettend jammer is. Hè? Want stel je voor, Peter, hoe lang duurt het voordat dat nieuwe rapport er is en die visie alsnog geschreven kan worden? Het gaat om te beginnen, dat is een kwestie van weken. Dat is een kwestie van weken. Wij gaan 18 maart ook alle gemeenteraden bijpraten hierover. Ik verwacht dat met een paar weken daar helderheid over komt of eerder al informatie naar buiten komt. Het gaat niet over de komende 5 jaar. Het gaat over de komende 15, 20, misschien wel 100 jaar waar we die Maasos moeten doorontwikkelen. En dat moeten we vooral niet als bestuurders sec willen doen. Dat is vooral mijn boodschap vandaag. Laat al die mensen die betrokkenheid hebben bij die Maasos, laat die hun ding doen. En dat is waar we voor staan. En dat is wat in de organisatie die we aan het opzetten zijn, een plek moeten krijgen. En ik vind het heel vervelend dat Geert het op deze manier voelt. Want er is heel veel goed, prachtig werk verricht de afgelopen periode. Alleen nogmaals, we zitten aan het eind van die eerste periode ontwikkeling. Tientallen miljoenen, dat is goed gelopen. We zijn dan verder dan de meeste andere landschappen van Allure projecten, zo heten die projecten, in Brabant. Daar zijn we echt veruit, dat hebben we ook gezien een paar weken terug in de provincie, veruit het verst mee. Dus alle complimenten in die zin aan jou en je organisatie en al die andere mensen. Maar we moeten nu naar een nieuwe situatie en we moeten zorgen dat die toekomstbestendig en klopt in de lijnen die we met z'n allen hebben uitgezet. En die staan als een huis, dat manifest. Maasos manifest staat als een huis. Alleen we gaan de natuur wel gebruiken. Dat gaan we zeker doen. Goed, heren. Ik zeg al nogmaals, ik denk dat het voor jullie allebei geldt. Ontzettend jammer dat het zo heeft moeten gaan. Wel dank voor jullie komst.
Ik hoop dat het enigszins waarde heeft gehad om hier wel je verhaal te kunnen doen. Dat we in ieder geval jullie kanten hebben kunnen horen. Ik wil jullie allebei ontzettend veel succes en vooral veel plezier in de toekomst wensen met alles. Dames en heren, dank u voor jullie komst. Geert Versteylen, Peter van Boekel. Ja, dames en heren, aangezien ik nog geen noot kan lezen, kijk en luister ik altijd met bewondering naar mensen die gaven wel hebben en in staat zijn die om te zetten in toegankelijke en begrijpelijke tonen. Wel heb ik in al die jaren Zout het verschil mogen leren tussen goedbedoelende en gemotiveerde garagebands en muzikanten die al wat meer ervaring of talent hebben, of gewoonweg bijna virtuoos zijn. Voor zijn tweede optreden is hier een man die valt in de laatste categorie, dames en heren, geniet van Alessio. Thank you.
Hij is zo weer terug. Dank u wel, Alessio. Ja, dames en heren, met de nodige fusies, stakingen, reorganisaties en zero-cent scholieren die spijbelen voor een beter klimaat, mag je zijn vakgebied best dynamisch noemen, zo niet turbulent. Al jarenlang is hij rector van het Hooghuis Titus Brandsma Lyceum hier in Os, mijn oude school. Waar hij zijn selfie naartoe moet sturen om zijn aanwezigheid hier te rechtvaardigen, weten wij niet. Ook niet waar zijn column over gaat. Wel dat we blij zijn dat hij hier is. En hartelijk welkom voor Ton Broks. Dat is tijdens een verrassing dan, begrijp ik, de column. Ja. Nou, ik dacht ik begin met een filmpje. Is dat, ben je daar voorbereid? Ja, nou. Oké. Dames en heren, het bijzondere van ons vak onderwijs is dat heel Nederland er verstand van heeft. Zoals we hier bij elkaar zitten, heeft iedereen 10, 20 jaar in de schoolbank gezeten. En we hebben dus ook kunnen ervaren dat een goede leraar ertoe doet. De afgelopen weken waren weer spraakmakend. Deze week was het de klimaatstaking en 2 weken geleden ging er een YouTube-filmpje viral waarbij te zien was hoe een leraar of een onderwijsassistent in Heemskerk een leraar met zijn priemende vinger een leerling toeschreeuwt en hem maant nooit meer dat soort dingen over zijn moeder te zeggen. Waarna hij, nadat de leerling weerwoord gaf, hem bij zijn nekvel pakte, waarop de leerling begon te dreigen en daarna ook nog een kruk tegen hem aangooide. Nou ja, het testosterongedrag van de leerling, als ook het al niet te fijn besnaarde pedagogisch handelen van de docent, is bepaald geen toonbeeld van hoe het hoort te gaan in de les. En het amateuristisch geschutter van de schoolleiding erna verdiende al helemaal geen schoonheidsprijs. Koren op de molen van de Tweede Kamerleden, die er prompt weer iets van vinden. Overigens zonder dat ze ergens naar gezocht hebben. Twanhuis, Jinek, een reactie van Arie Slob, een column van Adelaide Truijens. Iedereen was er druk mee in de weer. We weten het zeker. De jeugd van tegenwoordig glijdt af. Er zijn steeds meer zorgleerlingen. Er is geen respect meer voor gezag. En het leraarschap is een gruwel. Nou, het klinkt haast paradoxaal, maar ondanks dit alles, het leraarschap is met afstand het mooiste vak ter wereld. Het is even geleden dat ik voor de klas stond. Telkens als ik langs Bike Plus fiets, denk ik aan John Vos, de eigenaar van die zaak. Ik was 21 toen ik recht van de PA les ging geven op het individueel technisch onderwijs. De groep derdejaars leerlingen waar ik les aan gaf, waren voor mij elke week weer een hel. 14 pubers die een metaalopleiding volgden. Ze gedroegen zich als mannen van staal, waarbij alleen de hormonen die door het lokaal heen gierden duidelijk maakten dat het wel om de homo sapiens zou moeten gaan. Een woord wat overigens binnen die groep niet gebruikt kon worden. Net zoals dat ik snel leerde dat je kon optellen, maar als het getal eraf moest, het beter was om het over minsommen te hebben, om daarmee het werkwoord wat erbij hoorde en machtig te vermijden. Chaos en rotzooi trappen werd verheven tot kunst, waarbij John Vos de onbetwiste aap was die bovenop de rots dat allemaal organiseerde. Nou, repressie, strafwerk, brieven naar huis, middagen terugkomen, niets hielp. En na 4 weken wist ik zeker, dit wordt mijn laatste jaar in het onderwijs. Of ik moet ergens snel directeur zien te worden. Ten einde raad heb ik een gesprek met de dader in aanwezigheid van John aangevraagd. John die lag lam over de tafel en ik heb mijn ervaringen met John gedeeld. En zijn vader die wist het ook niet en die zei, ja, wacht rustig af. Dadelijk begint het wielerseizoen en dan is die tam, dat weet ik zeker. Nou, voor mij was dat de sleutel. Wielrennen. Wielrennen was wat hem boeide. Dus bij al dat nablijven had ik het met hem daarover. Hij was een verdienstelijke sprinter bij de windmolens in Geffen. En wekelijks vroeg ik hem of hij in de les verslag kon doen van de koersen die hij gereden had. Hij vulde mijn toertoto in en we hadden het over Kneteman, Rooks, Teunissen en Kuiper. En er gebeurde wat daarop in de daaropvolgende maanden. De sfeer sloeg om. Zowaar, John en daarmee ook de rest van de klas werd ontvankelijk voor onderwijs. Zijn uitspraak die hij daarop deed is mij bijgebleven en leidend geweest voor al mijn les en leidinggeven daarna. Hij kwam de les binnen en zei, meester, je weet het, ik heb een teringhekel aan rekenen, maar ik doe het voor jou. Deze onderwijservaring is mij bijgebleven en terug te brengen op de uitspraak van mijn leermeester Henk Peters. Hij zei in een interview over leiderschap, als mensen zich gekend weten, lopen ze met je mee. Die uitspraak heeft voor mij betekenis gekregen door te reflecteren op mijn ervaring als leraar en leidinggevende.
En al die ervaringen zijn te koppelen aan talloze wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat leerlingen die positief bekrachtigd worden betere resultaten behalen dan leerlingen waarbij dat niet gebeurt. Dat betekent dat je als docent moet investeren in de relatie. De leerling moet zich gekend weten. Leraar is een ambacht wat geleerd moet worden. We hebben dat in onze schoolcarrière allemaal kunnen ervaren. Sterker nog, zo braaf als we hier bij elkaar zitten, hebben de meesten van ons in onze puberale fase er werkelijk alles gedaan om de kwaliteit van het docententeam op te stuwen naar een ongekende hoogte. Iedereen heeft tijdens zijn schoolcarrière te maken gehad met startende docenten. De zwaktes en onervarenheid van iedere nieuwe docent werd binnen de kortste keren minutieus ontrafeld. En als ware jakhalzen werd dit gedrag meedogenloos afgestraft. Met als grootste triomf natuurlijk de docent die met trillende lip en betraande ogen wanhopig de uitgang zocht naar de nooduitgang om te kijken, ik ga wat anders doen. De docenten die dat selectieproces doorstaan en hier antwoord op weten te vinden, vinden hun geluk in het onderwijs. Degenen die hiertegen niet bestand zijn, zijn later toch nog heel goed terechtgekomen. Terechtgekomen in het bedrijfsleven, waar de afrekencultuur een stuk minder vreed is en waar je achter een laptop en de geleasde Tesla je een veilig heenkomen kunt vinden. Ga voor uzelf eens na wat voor u een goede docent is geweest. Welke docent heeft tijdens uw middelbare schoolperiode, of misschien ook wel in de basisschoolperiode, een onuitwisbare indruk op u gemaakt? Wat was voor u een docent voor het leven? De antwoorden die ik tot nu toe heb gekregen van al die mensen die ik dat ooit gevraagd heb, wijzen eigenlijk allemaal in dezelfde richting. Kennis op niveau wordt verondersteld. Maar om met Titus Brandsma te spreken, is kennis slechts maar de helft waar het in het onderwijs over moet gaan. Ik heb nog nooit gehoord dat een docent die zo goed kon differentiëren of een tekst van Goethe zo goed kon toelichten, dat het daarom een docent voor het leven is geworden. In alle gevallen hoor ik wel dat het docenten zijn die jou als leerling interesse hebben getoond. Docenten die onverdeelde aandacht hebben voor wat je bezielt en wat je bezighoudt. Een gesprekje over wat je boeit en waar jouw aandacht naar uitgaat. Deze aandacht leidt tot versterking van de relatie tussen leerling en docent. Het is die relatiegerichtheid die ervoor zorgt dat je als leerling op je gemak voelt. Je wordt erkend en je beseft dat de docent vertrouwen in je stelt. Juist die aspecten zorgen bij pubers die nog vol met onbeantwoorde levensvragen zitten, dat er geleerd gaat worden. Het besef gekend te worden zorgt ervoor dat kinderen willen presteren en gaan leren. Het succes van elke school wordt bepaald door de kwaliteit van de docenten. Docentschap is een ambacht dat niet voor iedereen is weggelegd. Dat hebben we 2 weken geleden kunnen zien in het filmpje van het Kennemer College. De docenten die begrijpen dat de relatie voor de prestatie gaat en dat in de praktijk mogen brengen, die mogen daar goed, of zo je wil, beter beloond worden. En dat laatste geldt zeker voor de leraren in het basisonderwijs. Zij verdienen meer dan wat zij nu maandelijks ontvangen. Dames en heren, leraren hebben met afstand de mooiste baan ter wereld, zoals ik net zei. Onderwijs genereert geluk als je ervaart dat jouw bijdrage voor leerlingen die op zoek zijn naar zichzelf ertoe doet. Als leerlingen zich gekend weten, lopen ze met je mee. En ik ken tenminste 1 school in Os waarin de geest van Titus Brandsma, jij weet het, daar uitvoering aan gegeven wordt. Dank je wel. Dank je wel, Tom. Voor een twijfelende persoon over welke toekomst hij gaat volgen, is deze zeer inspirerend geweest. Ik word toch geschiedenisleraar. Alessio, voor je 3e maal hier op het podium. In de goede traditie van Zout ga ik dan heel even aan jou vragen hoe het sowieso met je gaat. Goed volgens mij. Prima. Naar omstandigheden. Want je woont niet meer in Os, maar in Rotterdam tegenwoordig. Ja. Wat kunnen we jou gaan verwachten de komende tijd? Staat die aan? Yes. Nou, ik heb 2 jaar geleden mijn conservatoriumstudie afgemaakt in Rotterdam bij Paco Peña. Ik heb me daar ontzettend moeten focussen op de techniek, op de stukken van hem. En ik ben nu echt bezig om mijn eigen muziek te ontwikkelen. Er zit ook zeker een albumetje aan te komen, al is dat tegenwoordig vrij lastig. Het kan ook zijn dat hij echt op YouTube terechtkomt en niet op CD.
Ik ben daar ook altijd heel erg voorzichtig mee geweest om iets op YouTube of internet te krijgen. Hier en daar lekt er helaas toch wat uit. Dus er is wel wat over mij te vinden, maar de bedoeling is dat daar wat meer terecht gaat komen. Ja, dat klopt. En ik heb internet afgestruind en verder dan twee Facebookpagina meldingen kwam ik helaas niet. Ja, inderdaad. En ja, goed, die is niet meer bereikbaar, ja. Dus daar houdt sowieso op. Ja. Sowieso heel veel succes daarmee. Waar kunnen we jou eventueel de komende tijd gaan zien qua optredens? Zit er iets aan te komen? Het is nu vrij rustig. Ik ga de theaters weer in met Paul van Soest, maar dat zal misschien met Pasen nog gebeuren, maar dat is nog niet zeker. En anders weer rond december. We hebben daar namelijk een show die heet De Man van Maria. En daar doen wij wat, ja, een soort kluchtachtig iets kan het zijn, over het leven van Jezus, God en Maria en Jozef. En dan voornamelijk hoe het jaar voor de geboorte is gegaan. Dus dat is met een lach en een traan. Dat voorspelt heel goed. Ja, ik zou zeggen, hou dat in de gaten. We spelen vaak door het hele land. En als dat weer komt, dat is zeker een aanrader. Laat het ons weten als het zover is. Voor zover nu. Veel plezier met je derde optreden. Dames en heren, Alessio. Dank u wel. Ik zal nog even een heel klein stukje vertellen over de stukken. Als eerste heb ik voor u een Soleá opgevoerd. Dat wordt gezien als de moederstijl van flamenco. Flamenco heeft meer dan 50 verschillende stijlen. Soleá, solearis, betekent eigenlijk eenzaamheid en dat moet dat vooral uitstralen. Het tweede stuk was een Guajiras. Guajiras is voornamelijk meegenomen door de Spanjaarden qua cultuur uit Zuid-Amerika. Guajiras is daar ook een muziekstijl en hun hebben daar hun eigen stijl van gemaakt. Ze stalen namelijk alles in die tijd natuurlijk. En het volgende stuk is een Bulerias. Dat is voor de gitarist de meest uitdagende stijl. Een hoog tempo qua BPM. En wat wel interessant is bij flamenco, ze tellen daar in 12/8e maat en de 1 is de 12. Dus het gaat eigenlijk 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dus ik zou zeggen, nu weet u het, dus tik lekker mee. Komt-ie.
vervelend, hè? Het publiek dat er even doorheen praat. Stilte. Prachtig. Dank jullie wel. Complimenten. Maar dat ligt vooral aan jou, Alessio. Nogmaals, toch? Tijd nu voor onze gastinterviewer en zijn meegebrachte gast. De eerste werd in 1953 geboren in Didam en is hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij doet onder andere onderzoek naar magnetico-optica, kreeg in 2008 de Spinoza-premie, is directeur en oprichter van het Nijmegen Center for Advanced Spectroscopy, ik wist het, en is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de KNAW. Zijn meegebrachte gast is sinds juni 2018 voorzitter van deze KNAW en werd in 1955 geboren te Franeker. Deze professor, dokter-ingenieur, nee, niet Akkermans, is oprichter en oud-directeur van het Instituut Lorenz en is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Zijn vakgebied is ook natuurkunde, met als expertise dynamica van groeipatronen, patroonformatie in niet-evenwichtige systemen, granulaire media en zachte gecondenseerde materie. Voor het laatste onderzoek ontving hij de Descartes-Huygensprijs. Normaal gesproken moet een intro dingen verduidelijken. Daar ben ik voor de helft in geslaagd. Ik hoop dat de heren dadelijk in betere en begrijpelijke taal kunnen vertellen waar hun vakgebied over gaat. En daar kunnen ze. Dan mag je op rekenen. Maar ik kan ze uitnodigen aan de zouttafel. Theo Razing en Wim van Saloos. Wel, ja, dankjewel. Dankjewel voor de inleiding. We zullen ons best doen om inderdaad het een en ander te verduidelijken. Maar in dit geval in principe niet zozeer over de inhoud van de wetenschap. Maar vooral, ja, u hoort het net al, Wim van Saloos begonnen als theoretisch fysicus. Daarna is hij eigenlijk nog, dat heb ik net niet gehoord, dus dat wil ik nog even vermelden, is hij als medewerker in Bell Lab, toentertijd een van de meest prestigieuze, maar industriële research laboratoria. Daarna is hij inderdaad hoogleraar in Leiden geworden. Maar toen had hij toch een paar, laten we zeggen, onverwachte, tenminste voor zijn collega's, onverwachte sprongen in zijn carrière. Want hij werd directeur van de stichting FOM. En nu is hij dan president van de KNAW. Wim, op de eerste plaats president van de KNAW. Wat betekent dat eigenlijk precies? Wat houdt dat in? De KNAW is de, zeg maar, de vereniging van de beste onderzoekers in Nederland. Theo is hier ook lid van de KNAW. We hebben ongeveer 220 van onze beste wetenschappers, dus hoogleraren, die zijn daar lid van. En de KNAW, allereerst is die vereniging en draagt daarmee wetenschap uit. Bijvoorbeeld twee van de collega's van Theo zijn bijvoorbeeld Beatrice de Graaf, die u vaak gezien zult hebben op tv, die over terrorisme spreekt. Iemand als Robert Dijkgraaf, ook een van onze leden. Dus dat is een van onze belangrijke taken die we daar doen. Daarnaast adviseren wij ook de overheid over met name de wetenschap en de impact van wetenschap voor de samenleving. En daar spelen ook een rol in. En mijn taak is om op dit moment leiding te geven aan deze vereniging. Nou, wat brengt iemand die toch een gepassioneerd wetenschapper is tot eigenlijk iemand die eigenlijk meer wetenschapspolitiek bedrijft? Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Eigenlijk, toen ik begon, was ik echt gepassioneerd, zeg maar, met name voor de natuurkunde zelf. Maar gaandeweg, zo toen ik tweede helft 40 werd, toen raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in de impact van wetenschap voor de maatschappij en het samenbrengen van wetenschappers, niet alleen in de natuurkunde, maar ook andere velden. En ben ik me steeds meer daarvoor gaan inzetten. Maar mag ik even daar interpreteren? Ja. Het belang van de wetenschap. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Wat is het belang van de wetenschap voor de maatschappij? Nou, laat ik allereerst benoemen, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Dus de hoogleraren werken aan de universiteit, die leiden onze jonge mensen op, de studenten. En dat is een van de grootste bijdragen die we al hebben. Het mooie in Nederland is dat het de wetenschappers die het onderzoek doen ook voor de klas staan aan de universiteiten, ook college geven. Dat is een belangrijk punt. Tweede is dat we het belang van de wetenschap, even los van hoe belangrijk het denk ik is dat we als samenleving een begrip hebben voor waar we vandaan komen, waar we heen gaan. Maar ook de impact van de samenleving, van de wetenschap voor de samenleving. Denk aan de samenwerking met bedrijfsleven. Maar ook als je nu
kijkt tenslotte naar de grote maatschappelijke uitdagingen. De energie, klimaat, duurzame steden, al die dingen. Is denk ik de wetenschap heel erg nodig. En juist in Nederland. Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar nu je dat toch noemt, ik liet het je straks even zien. Het was niet helemaal, het was niet voorbereid. Maar in de afgelopen wetenschapsbijlagen van de NRC kunnen we een kolom vinden van Martijn Katan over kenniskunde kassa. En dit is een slogan die een voormalige minister van Economische Zaken, want die had een heel, ja, toch wel, laat ik maar zo zeggen, een heel duidelijk beeld wat voor hem de wetenschap was. De wetenschap moest nuttig zijn. Wat vind je ervan? Ja, we hebben zo straks het interview met Buys gehad en toen werd even verwezen naar Halbe Zijlstra en de korting op de cultuur. In diezelfde tijd was inderdaad de minister van Wetenschap, met name de staatssecretaris, was heel erg aan het inzetten op kenniskunde kassa. En dat is echt een hele moeilijke tijd geworden voor de wetenschap. We komen daar gelukkig weer van terug. De huidige minister investeert er weer meer in. Maar ik vond dat inderdaad toen de nadruk veel te sterk lag op dat kenniskunde kassa. Ja, nee, want een van de aspecten daarvan is, iets wat ik toch wel erg verontrustend vond. Deze meneer Katan, die was zelf een hoogleraar in voedselwetenschap. En hij constateert dat van de studies die dan door de industrie, door de voedingsindustrie worden gesponsord, 90% vallen erg gunstig uit voor die betalende industrie. Is dat de manier van, laat ik maar zeggen, sponsoren die we wenselijk moeten vinden voor de wetenschap? Ik denk dat je het antwoord kan raden. Maar misschien even een stapje terug. Theo en ik hebben in het verleden ook wel samengewerkt bij het opzetten van samenwerkingsprogramma's op het gebied van de natuurkunde met bijvoorbeeld de industrie. Denk aan Philips, denk aan Fujifilm wat in Tilburg zit. Het mooie in de natuurkunde is dat er eigenlijk niet heel erg, dat die bedrijven echt geïnteresseerd waren in de uitkomst, ongeacht of het nou voor hen gunstig was of niet. Omdat ze gewoon wilden weten wat zijn de toekomstige ontwikkelingen in de natuurkunde die wij te zijner tijd kunnen integreren in ons eigen lab en onze eigen producten. Ik ben hier erg van geschrokken van waar Theo naar verwijst. Dat in die voedingsindustrie, en dat zie je zeker ook in de medicijnenindustrie, dat daar heel erg gestuurd wordt op de inhoud van het onderzoek. En we zullen daar echt meer aandacht aan moeten geven in de toekomst, denk ik. Ja. Toch is het zo dat in de huidige, ik zit nog aan de kant van de hoogleraren die nog moeten proberen, dus voldoende financiering te vinden. En dan blijkt toch dat het de nadruk van ook bij de subsidiegevers is van, het is altijd een pre. Niet zozeer dat per se moet betaald worden, maar toch wel goed samenwerkt met de industrie. Dus het samenwerken met de industrie wordt steeds meer, en wordt zeker door de, laat ik maar zeggen, jongere wetenschappers, gezien als toch wel beperkend. Blijft er op die manier voldoende ruimte voor echt zuiver wetenschappelijk onderzoek? Nou, dat is inderdaad een terechte zorg. Misschien is het ook wel aardig om even te verwijzen. Anderhalf jaar geleden was, even een uitstapje naar de politiek, maar toen heeft Duisenberg, die in de Kamer zat voor de VVD, heeft een aantal beweringen gedaan naar aanleiding van onder andere debatten in de Verenigde Staten, waarin hij zei dat de universiteiten, dat de medewerkers heel erg links zouden zijn. Hij heeft toen een motie ingediend waarin hij de KNW vroeg om dat te onderzoeken. We zijn ver weggebleven van de discussie. De politieke voorkeur van onze medewerkers. We hebben heel sterk de indruk dat het in feite in Nederland heel divers is, gelukkig maar. Maar we hebben wel een commissie aan de gang gezet om toch eens te kijken naar dit soort bedreigingen voor de vrijheid van wetenschap in Nederland. Het interessante was dat die commissie eigenlijk zei, die zit niet zozeer in de politieke voorkeuren. We hebben gelukkig een divers systeem. Wij vinden het belangrijk, ook bij de werving van nieuwe medewerkers, dat politieke voorkeur niet meespreekt, niet meeweegt, maar dat het gaat om de inhoud van het werk. En die heeft toen inderdaad gewaarschuwd voor precies deze trend die je benoemt hier in dit krantenartikel, dat de druk op de onderzoekers om te leveren voor deels de overheid, want daar kan ik ook een voorbeeld van geven, of de bedrijven, dat eigenlijk de grootste bedreiging op dit moment voor de wetenschap in Nederland is.
En het interessante is ook, dat wisten we niet, maar vrij gauw daarna heeft de NRC een onderzoek laten doen. Die heeft zelf enquêtes gedaan onder wetenschappers van onze universiteiten. En daar kwam dus inderdaad uit dat dat advies wat we hadden uitgebracht volledig werd ondersteund door de uitkomsten van dat onderzoek. Dat de onderzoekers zelf aan de universiteiten, de hoogleraren, dat die inderdaad de druk door de financiering, hè, doordat je moet samenwerken, of dat de druk hoog is om samen te werken met universiteiten, maar soms ook wel voor de overheid, met adviesfuncties, dat daar de beperking van de vrijheid van wetenschap eigenlijk het grootste is. Dank u wel. Nu je het toch hebt over de druk op de wetenschappers. Inderdaad, jonge wetenschappers, daar worden hoge eisen aan gesteld. Ze krijgen eerst tijdelijke contracten, een zogenaamd tenure track. Dus ze krijgen voor 5 jaar een tijdelijk contract. En dan moeten ze binnen 5 jaar voldoende geld binnenhalen, voldoende publiceren, voldoende wetenschappelijke doorbraken. Ze moeten ook nog excelleren in het onderwijs. We verwachten heel erg veel. Om inderdaad hun onderzoek te financieren, moeten ze aanvragen. Omdat er die aanvraagdruk, omdat dat, de percentage is niet zo hoog. Dus dan gaan ze veel onderzoeksaanvragen indienen. Die aanvragen moeten weer beoordeeld worden door andere wetenschappers. Die moeten dat weer allemaal refereren. Die moeten weer naar een promissie. Met andere woorden, is dit nu een efficiënte manier om het beperkte geld wat er voor de wetenschap is te verdelen? Wij maken ons met de KNW inderdaad zorgen over deze trends. En dit heeft een beetje, als ik het iets meer in perspectief probeer te zetten, dit is eigenlijk een gevolg van een aantal van die trends van de afgelopen jaren. Dus enerzijds het feit dat met name met het begin van het eerste kabinet Rutte erg veel druk is geweest om meer samen te werken met bedrijfsleven en daaraan te leveren, waardoor de ruimte voor het onderzoek, voor het geld, het krijgen van geld voor onderzoek afnam. Het tweede wat heeft meegespeeld is dat het aantal studenten aan universiteiten de afgelopen 15 jaar enorm is gegroeid. Dat is op zich heel goed. Maar de ruimte aan de universiteiten om bijvoorbeeld nieuwe docenten aan te nemen, nieuwe hoogleraar, is veel minder hard gegroeid. Dus dat versterkt die druk. En ik denk dat we echt in Nederland nu een slag moeten maken om daar weer meer ruimte te creëren. Want inderdaad is met name op de jonge mensen die nu in het systeem komen, is de druk heel groot. Dankjewel. Maar laten we het even hebben over de wetenschap zelf. Hoe staat eigenlijk de Nederlandse wetenschap ervoor? En vooral dan internationaal perspectief. Die is eigenlijk, de Nederlandse wetenschap is eigenlijk uitmuntend. En dat is heel bijzonder. Dat zijn we eigenlijk over de hele breedte. Dus niet alleen in onze vakken, de beta-vakken, maar dat geldt ook voor de medische vakken. Geldt ook voor de geesteswetenschappen en geschiedenis, de talen en de sociale wetenschappen. Over de hele breedte doet Nederland het uitzonderlijk goed. En er is eigenlijk iets wat ik in dit verband ook wil noemen. Het Nederlandse universitaire systeem is eigenlijk ook uniek. Denk even bijvoorbeeld aan Engeland. Waarschijnlijk kennen de meesten van u ook wel Oxford en Cambridge. Dat gelden dan als de topuniversiteiten in Engeland. Die zijn inderdaad kwalitatief, als je kijkt naar allerlei onderzoeken, beter dan de Nederlandse universiteiten. Maar in Engeland heb je ook een heleboel universiteiten die veel minder goed scoren. En het mooie in Nederland is eigenlijk dat al onze 13 universiteiten in de analyses, de rankinglijstjes die er dan zijn internationaal, heel hoog staan. We zijn het enige land wat al onze universiteiten in de top 200 van zo'n lijstje heeft staan. En dat geeft ook allerlei bijzondere mogelijkheden. Ten eerste, want vergeet ook niet, in Oxford en Cambridge, daar is een selectie van de studenten die zich aanmelden. In Nederland kan je eigenlijk, kunnen alle, even afgezien van medicijnen waar een zekere selectie is, maar kunnen in principe alle leerlingen die van de middelbare school komen naar de universiteiten gaan. En dan krijgen ze een hele goede universiteit. Dus daarin, in een aantal opzichten, is de Nederlandse wetenschap en het Nederlandse universitaire systeem heel, heel bijzonder. En daar moeten we denk ik trots op zijn. Ja, nou, ik beaam dat natuurlijk. Maar hoe zit dat dan met de toekomst? Hè? Als je dus nu kijkt naar hele sterk opkomende landen als China, waar ontzettend veel geld in het onderzoek, in de wetenschap wordt gepompt. Maar ook door een heel sterk, laat ik maar zeggen, toch wel centralistisch gestuurde overheid. Wordt dat geen grote bedreiging voor de Nederlandse wetenschap? Of misschien breder zelfs voor de Europese wetenschap?
Eerst even, dus ik denk ten eerste, dat is een trend die je nu al ziet en die je zelf ongetwijfeld ook herkent, is dat de, zeg maar, de competitie om talent, het aantrekken van de beste mensen, die neemt sterk toe. Andere landen, niet alleen China overigens, maar ook landen als Zwitserland en Duitsland, die maken meer ruimte om internationaal talent aan te trekken. En daar hebben de Nederlandse universiteiten het moeilijk. Dat zullen we zeker blijven zien, die druk. Het tweede, denk ik, waar jij op doelt, is, maar dan kom je meer op de politieke dimensie. Het Chinese systeem is bijvoorbeeld zeer sterk centraal gestuurd. Dat zal geen verrassing zijn voor de meesten hier. Dat geldt niet alleen voor de universiteiten, voor allerlei ontwikkelingen. En soms kan je zien dat men in China echt heel krachtig top-down op iets in kan zetten. Daar hebben ze sterk. Dus waar ik persoonlijk zorgen over heb, als je aan de ene kant het Amerikaanse systeem hebt met een aantal topuniversiteiten, maar zeer sterk gedreven door de grote bedrijven, denk nu eventjes de Google en de Microsoft, et cetera, die eigenlijk eigenaar beginnen te worden van de data, aan die kant. Aan de andere kant het Chinese systeem, waar de overheid heel sterk sturend is en een sociaal creditsysteem gaat introduceren. En ik denk persoonlijk echt dat we in Europa moeten streven naar een soort derde weg, waarbij we, nou ja, niet in die twee extremen vervallen, maar de ruimte voor de vrijheid van de burgers, ook in termen van de privé, de vrijheid van de burgers voor hun privégegevens, et cetera. En in samenwerking met de universiteiten, dat we daar een rol spelen. Dus ik zie een heel duidelijke rol ook voor universiteiten om daar terug te komen in Europa. Nu noemde je net data en dat geeft me een mooie opstapje. Want in dezelfde NRC, zelfs op dezelfde pagina, word je nog aangehaald omdat er een artikel is over een open access. En dat betekent van, er is een sterk streven vanuit Brussel, maar ook gesteund door de NWO eigenlijk, om alle wetenschappelijke publicaties gewoon voor iedereen toegankelijk te maken. Er is vanuit de wetenschappers, wordt daar, laat ik maar zeggen, toch wel ook tegen geageerd, omdat ze vinden dat allemaal veel te snel gaat. Niemand is er tegen dat we, laat ik maar zeggen, wetenschappelijke vindingen delen met het publiek, want uiteindelijk het argument is het publiek, dat betaalt het, want het publiek dat is betaald met belastinggeld. Dus moet het ook, laat ik maar zeggen, voor iedereen toegankelijk zijn. Nu weet ik niet of iedereen daar meteen ook op zit te wachten, maar wat vind je eigenlijk van deze hele discussie, Wim? Misschien eerst even twee opmerkingen. Ik denk dat het openbaar toegankelijk zijn, bijvoorbeeld hoor ik het vaak van collega's in de medische wetenschap, dat het daar heel erg belangrijk is. De medici publiceren over het algemeen in vrij dure tijdschriften. Dus als je daar als burger of als huisarts iets zou willen opzoeken, dan kan je dat niet zomaar, heb je niet zomaar toegang tot die tijdschriften. In dat soort gevallen denk even aan het uitbreken van de Ebola-crisis, waar het heel belangrijk was om snel inzicht te hebben, of waar het ook in de medische hoek, waar het voor een huisarts soms goed zou kunnen zijn om iets op te zoeken. Daar is het heel belangrijk. Voor de vakgebieden waar wij alle twee in werken, de natuurkunde, waar het toch vaak de artikelen meer schrijven voor de specialisten, denk ik dat het in de praktijk iets minder belangrijk is dat het direct, althans dat het voor het bredere publiek toegankelijk is. Er zit nog iets aan en dat raakt even, en dat wordt niet genoemd in het artikel, wat raakt aan de discussie rond China. Als we het hebben over TNO en een aantal dingen die we ook die raken aan veiligheid, dan zijn ook een aantal onderzoeksinstellingen in Nederland die zeggen, luister, we moeten wel de drijfveer om alles zomaar publiek te maken, daar moeten we ook een klein beetje mee oppassen. Nou, ja, ik kan me voorstellen, ik bedoel niet alleen maar, laat ik maar zeggen, de resultaten worden gepubliceerd, maar van tijd tot tijd doen mensen uitvindingen en die willen ze beschermen. Patenteren. Ja. Dat wil je niet meteen eerst publiekelijk toegankelijk maken, want ik denk niet dat, laat ik maar zeggen, degene die daar voor betaalt nu dat zo'n goed idee zou vinden, want dan zijn alle, laat ik maar zeggen, patenteerbare, dus bruikbare onderzoeksresultaten ook meteen voor iedereen toegankelijk. En dan kan een ander ermee gaan lopen, zogezegd. Dat is waar, maar er zijn over het algemeen goede afspraken over. Dus als onderzoekers iets vinden
En bijvoorbeeld als het in samenwerking met een bedrijf is, dan is er vaak een afspraak. Tenminste, daar ben ik erg voor. Dat je zegt, je mag het altijd publiceren als onderzoeker, maar eventueel krijgt het bedrijf een aantal maanden om een patent aan te vragen. En dat werkt op zich in de praktijk goed. Die hele discussie over wat dan heet open access, dus het toegankelijk maken van alle publicaties die in de literatuur verschijnen, die is eigenlijk voor als het één keer geaccepteerd is voor publicatie in een tijdschrift. Even nog een ander punt. Ik weet niet meer precies hoeveel tijd we hebben. Maar ik weet dat een van, zeker in het begin, toen je nog echt actief was als hoogleraar, was je tegelijkertijd ook al heel erg sterk, laat ik maar zeggen, op het wetenschapspolitieke vlak bezig. Namelijk je sterk maakte voor de positie van de vrouw in de wetenschap. Klopt. En hoe staat dat er nu bij, 20 jaar later, Wim? Het gaat de goede kant op. We zijn er nog lang niet. Nederland loopt nogal achter over op het vlak van de participatie van vrouwen in de wetenschap. Het aantal vrouwelijke hoogleraren, ik weet het niet precies, maar zit nu in Nederland rond de 20%. En dan zijn we toch een beetje in internationaal verband hekkensluiter. Het goede nieuws is, dat je had het over 20 jaar geleden, toen ik me er zelf voor begon in te zetten, was het echt veel en veel slechter. En je ziet echt het aantal vrouwen in de wetenschap toenemen. Inmiddels zou ik er trouwens bij willen zeggen, moeten we het veel meer ook nog in termen van diversiteit zien. Niet alleen de participatie van vrouwen, maar ook breder dan dat. Oké, even nog een ander link. KNW heeft tegenwoordig ook een Academie van Kunsten. Ja. En hoe zit dat? En wat heb je zelf eigenlijk met de kunst, Wim? Eerst eventjes het eerste. De Academie voor de Kunst, die hebben we een jaar of 10 geleden, of iets minder dan dat, opgericht. Dat was eigenlijk vanuit de overtuiging dat de verbinding van de wetenschap met de kunsten belangrijk is. Er is dus een eigen academie, die heeft een eigen bestuur. We zoeken de samenwerking. Maar je merkt ook nog wel dat hier en daar nog wel wat zoeken is van beide kanten. Maar we zijn er wel blij mee. Het mooie natuurlijk van kunst is dat het soms je even totaal een spiegel voorhoudt. En denkt van, goh, misschien moet ik eens even heel anders naar iets kijken wat ik eigenlijk altijd voor zonder veel over na te denken voor lief heb genomen. En dat is eigenlijk in de wetenschap ook heel nuttig. Ja. Wat betreft mezelf betreft, ik zou mezelf niet een groot kenner van kunst noemen. Maar je bent wel betrokken. Je zit lid van de Raad van Toezicht in het Tijlers Museum. Wat ik persoonlijk een heel prachtig museum vind. Ja. En vooral, er is sinds denk ik een jaar of zo, of 1-2 jaar, een fantastische ruimte daar. Misschien wil je daar graag iets over zeggen. Het Tijlers Museum in Haarlem is een bijzonder museum, gesticht door Pieter Tijlers, die rond 1750, 1760 dat gesticht heeft. Het zit nog steeds in een pand wat naast zijn oude huis is, wat in zijn oude huis wordt nu gerestaureerd overigens. Het mooie en het bijzondere ook in internationaal opzicht is dat er een zowel een verzameling kunst is als een verzameling klassieke instrumenten uit de wetenschap, dus sterrenkijkers en dergelijke. En bijvoorbeeld ook fossielen en dergelijke. In dat opzicht is er een heel bijzonder iets. Waar jij naar refereert is het feit dat Lorenz, de grote Lorenz, is ook een tijd lang conservator geweest. En er is nu een Lorenz-lab gebouwd in het Tijlers Museum, waar ook eigenlijk het oude Lorenz-lab is herbouwd. En er zijn ook demonstraties en voor kinderen inmiddels over Lorenz. Nu tenslotte, na de KNW, de baanpresident is voor 2 jaar tegenwoordig. Je bent nu net pas begonnen natuurlijk. Weer terug naar de wetenschap. Ja, en ik heb een contract gesloten met een uitgever om een boek te gaan schrijven over mijn vakgebied in de natuurkunde. Dus dat is een beetje, ik had behoefte om een heel duidelijk project te hebben waar ik me op ga storten. En het college wat ik het afgelopen jaar ben gaan geven, dat werd goed ontvangen. En de studenten zeiden, goh, je moet dat gaan omwerken, je syllabus gaan omwerken tot een boek. Dus dat is nu de uitdaging die ik voor na de KNW zie. Oké, wel, hartelijk dank. Wim. Dank je. Ja, we doen dat gewoon nog een keer. Dames en heren, dank jullie wel voor dit gesprek. Theo Razing, Wim van Saarloos. En zoals altijd staat ze alweer klaar op tekst van Johan. Deze keer begeleid door Jos van Oorschot is hier Willeke met het Zout Slotlied. Ja.
theorie en de materie. En dan nog gecondenseerd. Twee geleerde professoren hebben ons weer veel geleerd. Kenniskunde en de kassa, is het geld hier soms de baas? Stuurt de sponsor op de uitkomst, is de wetenschap de haas? De president der wetenschappers heeft het keurig hier verwoord. Ik hoop dat u goed opgelet heeft, want u wordt straks overhoord. En het is allemaal zout, allemaal zout. Er mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui-doui-doui-doui-dam. Het debat over de Maashorst koos u misschien voor één kant. Ik probeer het voor te stellen, keek naar de fabeltjeskrant. Tuut, 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 waar is vertrouwen in het grote dierenbos? Ik zag bordenwolf huilen, Stoffel streed hier met de vos. Fabeltjes zag ik passeren, in het praathuis werd getwist. De snaveltjes gaan nog niet sluiten, meneer de uil werd hier gemist. En het is allemaal zout, allemaal zout. Er mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Vandaag stond hij hier op de planken, dat doet Koen normaal niet meer. Is de baas van ons theater, daar is hij een lieve heer. Ontvangt hartelijk zijn gasten, wil graag groeien met zijn tent. Programmeert de beste mensen, hij geeft ruimte aan talent. Als de piep straks is verlaten, hoef je er niks aan te doen. We gaan daar liggen met z'n allen en genieten dan van Koen. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Er mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Gooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui-doui-doui-dam. Het zout is erop. De redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Ieding, Marianne Aartsen, Johan Berendsen en Renier van de Giessen. Productie Jules Ieding. De tekst van het zout is van Johan Berendsen, werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Jos van Oorschot. Onze columnisten waren Ton Broks en Jules Ieding. Onze muziekprogrammeur is Henk Sterke. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Alessio. De organisatie deden Wim van Dorst, Jan van der Doelen, Sjaak Bloks, Christa Koolman, Ans Razing en Loes van Schaik. Techniek was in handen van Jason Schouwenaars, Rudolf Prenger, Pauline Soeterbroek, Rick van Alem en Jeroen Kuipers. Foto's werden gemaakt door Hans van der Poel. Die foto's kunt u zien op onze website www.politiekcafé.zout.nl. Deze website wordt beheerd door Renier van der Giessen. Zout is een initiatief van Jules Leerlingen, wordt mede mogelijk gemaakt door de SP-afdeling Os en Cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactiepresentatie Stijn Steenbakkers. Wij danken Koen Buijs, Geert Verstijlen, Peter van Boekel, Theo Razing en Wilbert Saloos voor hun komst naar Zout. En graag zien we u weer op zondag 10 maart. Dank u wel en wat was u rustig. APPLAUS